God, ik zie er alweer zo tegenop. Ach, kom nou, het is toch leuk? Het is helemaal niet leuk. Het is gewoon gedoe. Gedoe, 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 gedoe. Ik vind het altijd hartstikke gezellig, hoor. En dat moet het ook zijn, want daarom heet het ook feestdagen. Ja, nou, ellendedagen, dat vind ik het. Doe niet zo negatief. Het is gewoon niet goed verspreid. Hey, ik bedoel, moet je kijken, december. De ene feestdag naar de andere. Sinterklaas, kerstmis, oudjaar, nieuwjaar. Nou, dan is het ineens januari, februari en dan is er helemaal niks meer. Is die alleen maar koud. We hebben toch een kachel? Ja, ja, nou, dat vind ik nou ook zoiets, hè. In juli gaat iedereen naar het buitenland, is die er net lekker. Ik bedoel, het is gewoon niet goed verspreid. Hè? We moeten gewoon de grote vakantie in januari doen. Ja, heb je nog meer feestdagen achter elkaar, hoor? Joehoe! Joehoe! God, heb je haar ook weer. Zijn jullie nog boven? We gaan toch zo open? Nou, eerst een kopje thee, hè. Gilles heeft een humeurige 5 minuten. Oh? Niks is goed op deze wereld. Nou ja, als ik er zo over nadenk. Sinterklaas in mei, dat is natuurlijk ook niks. Ik bedoel, dan heb je ook alweer zo'n hele reut van die feestdagen, hè? Dodenherdenking, hè? Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, weet ik het allemaal niet. Ja, hij loopt op de feestdagen te kankeren. Mm. Over feestdagen gesproken, je weet dat kleine Rolfje komt, hè? Mm-hmm. Ja, kleine Rolfje. Wie? Wat? Waar? Heb ik het toch verteld? Het neefje van Patricia komt hier een paar dagen logeren. Kleine Rolfje. Weet ik dat? Dat weet ik helemaal niet. Oh nee? Nou, dan weet je het nu. Oh god, ook dat nog. Gilly, maak je geen zorgen. Je zult geen last van hem hebben. Ik laat hem wel een beetje in de keuken helpen. Hè? Hoe oud is die eigenlijk? 11. Ach, gossie, 11 jaar. Hé, hey, waarom doen we Sinterklaas niet gewoon in juni? Ik bedoel, dan is er verder niks. Ja, en kerstmis in juli. Ja. Nou, waarom niet? Ja, en de os en de ezel op de barbecue. Ja. Gilles. Huh? Ik bedenk me ineens iets. Wat? Dat joch is hier zondag ook. Hm? Wie? Wat? Waar? Kleine Rolfje, die is hier zondag ook. Ja, nou en? Nou, zondag is het 5 december, Sinterklaasavond. Ja, Lu, dat weet ik nou wel, hè. Moet je me dat nou de hele tijd invrijven? Ik bedoel, ik vind het allemaal al erg genoeg. Ja, maar moeten we dan niet iets doen? Zo'n kind kan niet zonder Sinterklaas, moeten we dan niet vieren? Nee hoor, zondag zitten we hartstikke vol. Smiddags ook, dus kan niet. Ja, maar dat hoeft nou niet per se op zondag te zijn. Het kan ook... Hey, kijk, we kunnen zeggen dat Sinterklaas aan spreiding doet van zijn werkzaamheden. En dat hij eerder bij ons komt, hè? Dat gelooft zo'n kind wel. Trouwens, kan hij het schelen als hij maar cadeautjes krijgt. Nu, hou het toch op! Nou, kijk, het lijkt me juist zo leuk om iedereen te verrassen met een groot Sinterklaasfeest. We doen nooit iets leuks met z'n allen. Ja, dat is ook helemaal niet leuk, dus het gaat niet door, het kan niet. Nee, maar soms moet je iets doen met je werknemers. Dat hoort zo, een bedrijfsfeestje. Hè? Even kijken. Kijk, kunnen we het niet morgenavond doen? Kijk, dan staat er nog niks. Hè? Sluiten we de zaken wegens omstandigheden. Altijd goed, denken ze dat er iemand overleden is. Ja, ik waarschijnlijk. Nou, het gaat niet door, het kan niet. Nou, luister. Als we het doen, dan hoef je niks meer te doen met kerstmis. Ben je ineens van alles af. Nou, dan doen we verder niks. Dan doen we de rest van de maand december alsof onze neus bloedt. Mij best. Ah, ja. En wat wil je allemaal gaan doen dan, morgenavond? Nou, alles. Want als we het doen, doen we het goed. Oh, ja. Ja, hoor. Ik kan leuk liedjes gaan lopen zingen, hè. Dol, enthousiast, pepernoten rapen en blij zijn met van die vreselijke hebben-dingetjes. Leuk, ingepakt in papier-maché met stroopgrap. Verdamme. Ik word al moe als ik eraan denk. Ja, wacht. Ik zal het goed met je maken. Jij hoeft morgen niet te zingen. Oh, nee. Nee, en je hoeft ook niet te rapen. Ook niet. En je hoeft geen surprises te maken, je hoeft geen cadeautjes uit te pakken. Oh, dat klinkt goed. En wat moet ik dan wel doen? Je vanaf vandaag niet meer scheren. Hé? Jij bent morgen Sinterklaas. Dus morgen is het een hele bijzondere avond. Ik zeg niet wat, maar het wordt hartstikke leuk. Wat dan? Ik zeg niet wat. Moet jij niet vragen wat dan? Oh nee. Maar wat is er dan morgen? Vraag ze het weer. Ik zeg niet wat. Morgen zijn we dicht, maar jullie zijn niet vrij. Jullie zijn gewoon allemaal hier. Oh, leuk. Oh ja, en je weet dat kleine Rolfje morgen komt, hè? Ja, kleine Rolfje komt morgen. Daar gaat het ook een beetje om. Maar het gaat niet alleen om kleine Rolfje, hoor. Het gaat ook om jullie. Maar het is gewoon leuk om zo'n kind erbij te hebben. Dat maakt het echt. Wat maakt het echt? Zo'n klein kind. Ja, maar wat wordt er dan echt gemaakt? Ik zeg toch... Hallo, het gaat hier ook niet echt vlot, hè? Is dat Hollandse kaasplankje voor tafel 4 nou nog niet klaar? Mensen zitten al een kwartier te wachten. Ach joh, straks nemen ze weer een voorgerecht. Is toch prima? Een restaurant waarbij je zo lang moet wachten dat je steeds opnieuw begint te eten. Gilles, ik heb nog een leuk idee. Kom eens.
Vind je dat geen leuk idee? Ja. Ja, en wanneer wou je dat dan maken? Gewoon vanavond, na sluitingstijd. Ah, dan wordt het eens een keertje laat, joh. Oh, god, ook dat nog. Ja, als je iets doet, dan doe je het goed. Ja, een kaasplankje voor tafel 4. Wat gaan jullie doen? Liefje, luister nou eens goed naar me, hè? Ja? Ja. Oké. Okay. Oortjes open en de machinekamer op volle toeren, ja? Ja, oké. Okay. Oké? Okay? Nou, ik probeer steeds uit te leggen dat dat waar ik het over heb, dat dat een verrassing is. Ja, dat begrijp ik wel, maar... Maar wat? Ik hou niet van verrassingen als ik niet weet wat het is. Begrijp je? Zo, dat is jouw lijstje van morgen. De cadeautjes en het Sinterklaaspak. Goeie god! Maar ik help je wel met inpakken, maar jij moet helpen met de gedichten. Nou, wat heb ik je gezegd, hè? Feestdagen, ellendedagen, moet je zien, begint het al. Ik bedoel, moet ik dat allemaal in één dag doen? Stel je niet aan, dat is toch geen punt? Ja, dan kun jij ook niet wat doen. Kun jij ook niet wat doen? Zeg, ik ga nu nog de keuken in, hoor. Ik lig niet voor 5 uur in mijn nest. Nou, dan laat je die chocola toch zitten. Ja, dan kun je alles weer laten zitten, hè? Nee, dit is een veel te leuk idee. Joehoe! God, heb je haar ook weer. Hè? Oh, zijn jullie nog op? Ja, ik ga zelfs nu nog de keuken in. De keuken in? Midden in de nacht? Hoezo? Geheim. Oh mijn god, heeft dat met die verrassing te maken? Juist. Oh, nou, daar zat ik net aan te denken, want ik maak me toch een beetje zorgen over kleine Rolfje. Ja, ik weet niet wat jullie van plan zijn, maar het is toch een klein joch. En als jullie uit willen morgenavond, dan wil ik dat hij vroeg naar bed gaat. Nee, dat is geen punt. We blijven hier. Dus we kunnen het net zo laat maken als we zelf willen. Maar wat gaan we dan doen? Begin jij nou ook al, zeg. Het lijkt me nog net zo leuk als het een verrassing is. Oh, maar misschien hoeft dat helemaal niet, hè? Kan Patricia ook een beetje meehelpen? Gilles, ik wil niet dat Patricia weet... Ja, we gaan morgenavond Sinterklaas vieren. What? Waarom zeggen we dat nou? Ja, nou, ik kan dat toch niet allemaal alleen? Sinterklaas vieren? Ja. Ja, voor kleine Rolfje. En voor ons ook natuurlijk, hè? Maar het lijkt me wel zo leuk als er een klein kind bij is. En ik heb toch zo'n ontzettend leuk idee. Ik ga nu de keuken in om een grote bak met chocola te maken. Want het lijkt me dus hartstikke leuk om morgen de cadeautjes in de chocola te dompelen. Zodat er een klein laagje chocola omheen zit. Zodat je als het ware naar je cadeautje toe moet eten. Is dat geen hartstikke leuk idee? Ja, klinkt heel leuk. Ja, dat is eigenlijk één grote surprise voor ons allemaal tegelijk. Leuk, hè? Ja, heel leuk, ja. En Gilles, die is Sinterklaas. Nee, het wordt een heugelijke avond. Kleine Rolfje zal niet weten wat hij meemaakt. Ja, maar zo klein is kleine Rolfje nou ook weer niet. Ja, maar Sinterklaas is toch alleen maar leuk met echte kinderen erbij? Ja, maar Lucien, 11 jaar is toch ook al 11 jaar? Ja, maar ik hou ook van Sinterklaas, hoor. Ja, Lucien houdt ook van Sinterklaas. Ja. Ja, en hij is tenslotte al achter in de 20, hè? Zo. Nou, en dit is nou het restaurant. Gek, zeg. Ja, vind ik leuk. Gek, goede sfeer. Cool. En hier werkt Gilles, waar ik je over verteld heb. Is dat een van die twee kale nichten? Ja. En Frits werkt hier ook. Oh ja, dat is dat ettertje. Ja, en tevens de vader van mijn kind. Goed, nou, ik werk dus in de keuken samen met Lucien en Suusje. En Suusje werkt hier ook wel eens. Oh ja, en Suusje is het lekkere ding. Dat is dat lekkere ding, ja. Daar ben ik wel benieuwd van. Fijn zo. Zeg, moet je luisteren. Voordat ik je laat kennismaken aan de andere mensen, moet ik nog even iets met je bespreken. Dus ga even zitten. Oh, jij wordt heavy? Nee, joh, ik wil alleen maar even iets met je bespreken. Spreek vrij uit. Nou, moet je luisteren. Gilles en Lucien zijn als gekken bezig om iets voor te bereiden voor vanavond. Speciaal voor jou. Wacht even. Toch geen Sinterklaas, hè? Hoe bedoel je? Hou je niet van Sinterklaas? Wat heet? Als ik ergens de pestpokkenhekel aan heb, kom ik juist bij jou logeren om thuis de Sinterklaas shit te ontlopen. Oh. Maar zeg niks tegen Lucien. Wat? Hè? Niks. Zo! Dus jij bent kleine Rolfje? Heeft hij tegen mij? Ja. En de vraag was? Of jij kleine Rolfje bent? Yeah man, that's me. Nou, dat gaat helemaal mis, Frits. Lucien behandelt Rolfje alsof hij 3 is. Dat is toch heel gewoon? Doet hij bij mij ook altijd. Ja, maar dat wordt een ramp vanavond. Hoezo? Omdat Rolfje een hekel heeft aan Sinterklaas. Ja, wie niet? Ik vind het ook niks. Die vieze baard, die lange onderbroek. Heeft Sinterklaas lange onderbroeken? Vast wel. Of zie jij hem met een tanga onder zijn tabbert? Hé, hey, Van, zal ik jullie eens wat zeggen? Wat is er? Die kale nicht denkt dat ik nog in Sinterklaas geloof. Ik zweer het je, dat denkt hij echt. Je hebt toch niks gezegd? Ach, ben je gek? Ik vond het wel geinig, amusant. Geloof jij daar dan niet meer in, kleintje? Grapje, lelijkert. Zeg.
Jij hebt wel een beetje een grote mond voor zo'n klein lijfje, snotmans. Mijn benen zijn net zo lang als jouw gezicht, dus ik ben heel tevreden. Wat een beide hand klontzakje, zeg. Ja, nou, jongens, luister nou even. Dit is echt heel vervelend. Gilles en Lucien zijn al de hele dag en de hele nacht bezig met het feest van vanavond. Ja, we gaan er zelfs voor dicht. Nou ja, dat wil wel wat zeggen. Ja, dat is het enige voordeel. Ja, nou, en ze doen het speciaal voor jou, Rolfje. Ik toch ook altijd wat? Gaan die mensen projecteren, zeg toch, suf? Ja, nou, we moeten iets bedenken. Frits, verzin iets. Ja, Frits, verzin iets. Ben ik weer de klos? Goed, ik verzin iets. Kleine Rolfje breekt een beentje en moet naar het ziekenhuis. Ik help wel even breken. Frits, doe even serieus. Allebei zijn beentjes dan? Frits. Ik weet wel wat. Wat dan? Maar dan ben ik zelf wel vreselijk klos. Ja, wat dan? Meespelen. Hoe bedoel je? Het spelletje meespelen. Ik kan natuurlijk doen alsof ik nog wel in Sinterklaas geloof. Ik heb het wel eens eerder gedaan, voor een rijke oud-oom. Dat had met geld te maken. Nou, dat wil ik wel. Nou, Rolf, dat zou echt fantastisch zijn als je dat zou willen doen. Ik zal wel moeten, maar dan moeten jullie wel een beetje helpen. Net als zingen en we springen en we zijn zo blij. Ja, natuurlijk. Wij helpen mee, hè, Frits? Nee, ik zeg steeds dat ik wil helpen. Zeg, dacht je van het dwarslezen? Ik regel het zo voor je, hoor. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kindertjes bij. Zie de maan schijnt door de bomen, makker staakt uw wild geraas. Til het avondje is gekomen, pepernoten stukje kaas. Sinterklaas en Zwarte Piet! Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie tikt daar, kinderen? Hoor wie bonkt daar keihard tegen het raam? Zodat het raam bijna aan tegelen gaat. En als het gebeurt, kunnen wij hier vannacht in slaapzakjes in het restaurant slapen. Omdat anders alles wordt leeggeroofd. Ik zong vroeger altijd een hele andere tekst thuis. Oh, pepernoten! Iedereen die zegt pepernoten. Oh, ik wil alle schuimpjes. Mag ik alle schuimpjes? Mag ik alle schuimpjes? Sinterklaas, kom nu maar binnen met uw knecht. Want wij zitten allemaal even gek. We zien het in, nog even tijd. Voordat ik in de Spanje. Kom nou maar binnen, schiet maar op. Want dat strooien, dat geloven we nou wel. Dag Sinterklaasje, dag. Nee, Frits, dat zing je pas als die weggaat. Goed idee. Dag Sinterklaasje. Nee, dat kan toch ook dag zingen als er iemand binnenkomt? Dag, kinderen. Nou, hier, wat zeg ik? Hij zegt zelf dag. En gaat hij weg? Ik krijg helaas niet de indruk. Sinterklaas, Sinterklaas, wees welkom in mijn nederige stulp. Wees welkom in mijn stulp. Smeerlap. Pas op hoor, Sinterklaas. Het is een nicht als een schimmel. En voor je het weet zit hij aan je staf te rotsen. Sinterklaas houdt van alle mensen. Ook van mensen die anders zijn. Zo is dat heel goed, zusje. Goh. Bent u bie, bisschop? Dag, kinderen. Hij zegt alleen maar dag, kinderen. Bent u zo'n automaat uit de Efteling? Laat Sinterklaas nou even in de fauteuil zitten, ja? Laat u zitten. Zo, Klaas, waar zijn je Zwarte Pieten? De Zwarte Pieten hadden het eens allemaal heel erg druk. Oftewel, er was geen pak meer te krijgen. Stil nou, Frits. Sinterklaas gaat wat zeggen. Oké, ik zeg al niks meer. Ja, want anders moet hij mee in een grote zak naar Spanje. Nou, dat is een stuk goedkoper dan een chartervlucht, lijkt me. Sinterklaas, wij zijn ontzettend blij dat u hier bent. Heeft u ons misschien iets te zeggen? Ja, zeker. Gaat uw gang dan. Ik zie, lieve kinderen, dat er hier heel veel lieve kinderen zijn. Die zeker je bril niet op. Het grote boek. Oh, Lucia, nu pas jij eens eventjes dat grote, mooie boek. Ja, het is waar. Hey, wat hebben we hier? Hier staat dat hier aanwezig is een Rolfje. Klopt dat? Ja, dat is hij. Hey, Rolfje. Zo. Nou, kom jij maar eens bij de Sint, hè? Hey, jij hoeft helemaal niet zo bang te zijn, hoor, Rolfje. Zo,
Kom maar, ja, Rolfje, Rolfje, goed zo, Rolfje. Zo, Rolfje, hoe heet jij? Rolfje misschien? Ja, dat weten we nu al. En wat nu? Nou, misschien wil Rolfje even bij Sinterklaas op schoot gaan zitten. Oh ja. Ja, nou, misschien wel, hè, zo. Nou, graag Sinterklaas. Zo. En dan kijk ik ondertussen even in de keuken, hè, Sinterklaas? Hè? Ja, want als het goed is, en het is goed, dan heeft de hoofdpiet daar misschien een mand vol cadeautjes neergezet. Oh, Jotten! Volgens mij is dit afgesproken werk. Zou je denken? Hoe kan Lucien dat nou weten? Zo, Rolfje. En, jongen, ben jij zoet geweest het afgelopen jaar? Stop! Huh? Ander onderwerp. Ik bedoel, ja, Sinterklaas, ik heb mijn best gedaan. Ja, nou, en veel meer kunnen we ook niet doen, hè? Kijk eens wat ik gevonden heb in de keuken! Oh. Oh. Een mand vol met cadeautjes! Oh, en moet je kijken, ze zijn allemaal ingepakt in een laagje chocola! Wat leuk! Ja, erg leuk! Oh. Het is alleen een beetje mislukt. Maar het idee is leuk. Oh, en bovenop ligt er een cadeautje voor... Voor... Rolfje. Maar we pakken nog niks uit. We gaan nog even in de kring zitten. Ja, leuk. Laten we een kampvuur maken. Haal ik de gitaren. Sinterklaas, ik schuif even de cadeautjes dichterbij. Ja, dat is goed. Zeg, kun je even een wit wijntje voor me inschenken? Ja, doe maar een beetje flink, hè? Sinterklaas heeft een beetje last van een droge bek. Ja, inderdaad. Sint zou wel eens een kleine verfrissing lusten. Ja, nee, zo'n busreis uit Alicante gaat je ook niet in je kale lange onderbroek zitten, hè? Eerst zingen, dan de cadeautjes en dan krijgt u een glaasje witte wijn. Oh, en waarom kan dat niet tegelijk? Jongens, jongens, nog geen ruzie maken. Sinterklaas, kalm aan. Ja, maar de Sint heeft dorst. En wie is er hier nou? Godverdamme, Sinterklaas. Nou ja, zusje, haal jij even één glaasje wijn voor zijn heiligheid? Ja, neem de hele fles maar mee. Ja, zo, jongen, ga jij je cadeautje maar eens uitpakken. Oh. Zullen we ondertussen nog wat zingen, hè? Hè? Tot de wijn er is. Oh, ja. Wat zullen we zingen? Goed heilig man, goed ik niet meer. Nee, chérie! Met chocolade. Oké. Ik hou niet zo van puur. Nou, nou, wat leuk. Een chocoladeletter verpakt in chocola. Hoe kom je erop, hè? Ja, leuk, hè? Er is een paleontosaurus, Pithecanthropus. Maakt die geluid? Ik geloof het niet. Leuk, een ijsmuts. Hartstikke leuk. Leuk zeg. Enig. Nou ja, als je hem niet echt mooi vindt, mag je hem ruilen, hè. Oh ja? Oh fijn. Dat zou ik zeker doen. Dames en heren. Jongens en meisjes. Dames en heren en jongens en meisjes. Oh. En dan gaat de Sint nog één keer de dol enthousiaste schare gelovigen toespreken voordat hij weer helemaal naar Spanje vertrekt. Dag Sinterklaas. Stil nou. Hij gaat nou toch weg? Nee, want Sinterklaas gaat nog wat zeggen, hè? Lieve... lieve kinderen. De heilige man praat met dubbele tong. Frits. Nou, het is toch zo? Hij heeft een meid erop en een stuk of 40 neuten om met Toon Hermans te spreken. Oké, zusje, zet jij even een kopje koffie voor zijn heiligheid. Ja, ja, want straks moet hij zelf nog rijden en dan wordt hij gepakt. En dan pakken ze allemaal zijn rijbewijzen af. Allemaal. En wie is er dan volgend jaar weer de klos? Nou,
De arme kindertjes. Ja, dat is zo. En dat mag niet gebeuren. Nee. Nou, ik vond het ontzettend fijn en ook erg gezellig om hier bij jullie te zijn. En ik hoop dat jullie ook erg blij zijn met jullie cadeautjes. Ja. Ja, fijn. En ik vond ook dat jullie allemaal erg prachtig voor me gezongen hebben. Ja. Ja. En wat wou ik nou nog meer zeggen? Ja, dat weet ik niet meer. Ja! Ja, precies. Dus de groeten en ook namens mijn collega in het verre Rome. Ja, doe hem de groeten ja, terug. Dat doe ik. Hé, waar is mijn paard? Hé, hey, my horse, my horse. My steamboat for a horse. Oh god, oh jezus, daar gaat mijn goede goed. Rolfje, oh. Rolfje, kijk, het zit zo, hè? Omdat Sinterklaas het af en toe zo druk heeft. Dan vraagt hij hulp aan hulp Sinterklaas, hè? Rolfje, Rolfje. Waar is Rolfje? Rolfje, die is al een tijdje geleden tussenuit gekropen. Ik ging erboven, geloof ik. Oh god, wat een geluk, zeg, ik schrok me. Nou, weet je wat? Dan ga ik maar gewoon gaan als een verkleden, voordat hij weer terugkomt. Ja, nee, want hier valt niks meer van te maken. Nee, daarom. Dag Sinterklaas, dag! Denk je dat ik veilig naar boven kan zo? Jawel, ik loop wel even voor, hè. Ja. Wij kijken of de kust veilig is. Okay. En kijk even, maar Rolfje is dat volgens mij is hij in slaap gevallen. Verrek, krijg nou wat. Er zit hier wel een tang aan. En het touwtje verdwijnt helemaal in de Rooms-Katholieke bilspleet. Dat was wel hartstikke leuk. Ja, nee, ik moet zeggen, het viel een reuze mee, hoor. Als kerstmis ook zo wordt. Hola! Oh, wow. Ja, ik moet zeggen, je deed het hartstikke goed hier. Ja. Nou ja, behalve tent dan, hè. Dat heeft hij niet gezien. Nee, jij zegt, stel je voor, godzijdank. Leuk zo'n kind, hè. Die overgave, die inleving. Ah. Ja. Hey, waar zou die nou zitten eigenlijk? Ze is gewoon kapot, joh. Die ligt ergens voor pampers. Rolfje! Kinderen geloven tot een jaar of 5, 6, maar jongetjes van 11 toch echt niet meer, hoor. Ja, maar hoe kon ik dat dan weten? Ik heb minstens tot mijn 15e overal in geloofd. Ja, je ging natuurlijk mee met elke oude vent die een chocoladeletter belandt. Nou, ik was ook op 13, hoor. Geloof ik toch? Ja. Rolfje is met hele andere dingen bezig. Nou, dat hebben we gezien. God, wat een schok, zeg. Dat vind ik nou typisch iets voor twee oude nichten, hè? Hm? Dat je denkt dat een jongetje van 11 nog gelooft. Een wereldvreemd, hoor. Ja, een beetje wereldvreemd is het wel, hoor. Ja, maar daar heb ik helemaal niet aan gedacht, aan geloven of niet geloven. Nee, dan sta je toch gewoon helemaal niet bij stil? Nee, wij hadden wel wat anders te doen. Ja. Ja, wij moeten alles organiseren. En dan ga je toch niet aflopen vragen wie er wel gelooft en wie er niet gelooft. Waarin geloven? Waar hebben jullie het steeds over? We hebben het over Sinterklaas, zusje. En wat is er met Sinterklaas? Dat hij niet bestaat. Oh ja? En jullie geloven dat? Dat is een goeie, zeg. Hé, hey, wie brengt dan al die cadeautjes? Jullie zijn stom, zeg.